heb voor dit project gekozen omdat dat voor mij een perfecte mix was van eigenlijk al de zaken die ik graag doe. Ik lees graag boeken, ik spreek graag met mensen en ik ben heel graag creatief bezig. Moeite om er 1 boek uit te kiezen. De 3 boeken die aan mij voorgesteld waren, lagen eigenlijk wel in de lijn van het soort boeken die ik zelf zou uitkiezen. Ik heb gekozen voor het boek Wij zijn de wolven van Evie Wyld. Kaft sprak mij wel aan. Ja, ik ga nogal redelijk veel af op een kaft. Ik weet niet waar dat komt, maar ja, dat is zo. En ja, als ik dan de korte samenvatting las, het ging over vrouwen. Ik vind dat altijd wel een leuk onderwerp om over te lezen. Ten eerste heb ik geleerd dat er verschillende mensen met verschillende meningen zijn. Dat is iets dat je wel al weet, maar ja, in groep komt dat dan nog een keer duidelijker aan bod. We hebben ook een workshop met een kunstenaar, artiest. En eigenlijk op heel veel verschillende manieren creatief kunt bezig zijn. Dat niet die manier of die manier, maar dat er toch wel... En dat is wel leuk, want in iedere manier of ieder creatief bezig zijn, kunnen wel andere nadrukken leggen en dat vind ik wel leuk. Zo ook bepaalde teksten uit het boek fotograferen die dan op groot papier afgedrukt worden en de bedoeling zou zijn, dus geen al te grote stukjes tekst, maar die bepaalde stukken tekst wekken wel een bepaald gevoel op, of zouden kunnen een bepaald gevoel opwekken. En het zou de bedoeling zijn dat we daar dan mee in discussie gaan. Het gaat natuurlijk wel over het thema vrouwenmishandeling, wat gaan. Ja, en eigenlijk over het feit dat over de generaties heen nog niet altijd zo, dat nog niet echt veel veranderd is op dit moment. In een van de rotspoelen lag een zwarte koffer met uitpuilende zijkanten. De rits was gesprongen en op de plek waar de tandjes niet meer in elkaar haakten, zag ik 2 vingers met aan het topje een rode nagel en 1 grijze knokkel waar een 3e vinger hoorde te zitten.